binnenkort. Het was heel erg naar. Sorry. Maar ja, hij was ontzettend ziek. Gecondoleerd, mevrouw. Wat akelig voor u. Ja, ik weet er alles van. Ik heb namelijk vorig jaar mijn poes Mickey weg moeten brengen. Weet u, 22 jaar oud was die. Zielig, hè? En oud, hè? Gekookte zalm, gekookte kipfilet, gestampte en gekleurde muisjes op doosjes, plus nog kattensnoepjes, zeg maar het hele verwendpakket. En weet u dat katten extra geaaid willen worden op dierendag? Want normaal moeten ze al een uur per dag geaaid worden. Een uur? En ik heb er twee. Nou, dat is de zeven. Nog even terugkomen op roepen. Wat mankeert hij eigenlijk? Nou meneer, u kan eigenlijk beter vragen wat roepen niet mankeerde. Wat mankeerde het niet? Het was echt verschrikkelijk. We hadden hem dus 5 jaar geleden hadden we roepen dus gekocht via internet. Hè? Ja. En wij dachten dus af aan dat het van Pekinees naaktmondje te wezen. Ja. Een naaktmondje, dat lijkt me wel interessant als dat. Dat zie je niet veel Nederland. Nou, ik had er dus ook nog nooit van gehoord. Hè. Ze schijnen dus uit Zuid-Amerika te komen. Oh. En om nagaan wat de afstand dat beestje ook heeft afgelegd, hè, mevrouw. Maar het was verschrikkelijk hoor. Het was zo zielig dat dat beest geen haar had. En uit een soort net van solidariteit hebben wij dus ook allemaal kaal geschoren. Mijn man en mijn kinderen ook, hè. Ja. Ja, het lijkt me wel handig zo'n naakthondje, want dan verharen ze niet en ze krijgen ook geen vlooien. Dat is waar. Want ik heb 2 Angora-katten en die verharen zo erg dat ik er elke dag een trui van kan brengen. De tram. En wij gaan een willekeurig echtpaar vragen wat zij vinden van het houden van dieren. Heeft u huisdieren? En zo ja, zet u die vandaag speciaal in het zonnetje. Ja, nee, we hebben geen huisdieren. Maar onze buren die hebben dus wel huisdieren. Je bent een dierenpleiter. We wonen in Den Haag. En toen hebben wij dus kennis gemaakt met onze buren. En die hebben dus 2 Siberhonden en een Henk. Ja. Ze hebben 4 katten. En op het balkon hebben ze een hele grote volière met allemaal parkieten. En die grote papegaai erin en allemaal knaagdieren met hamsters, hè? Ja, precies. En die buren, dat zijn hele leuke types, die man en die vrouw. Die gaan dus morgens vroeg om 7 uur weg en die komen pas om 7 uur 's avonds weer thuis. Hè? En ondertussen zit die complete dierentuin dus in een flatteke op ze te wachten. Ja. De hele dag. Ja, in principe kunnen huisdieren wel op een flat. Dat kan natuurlijk heel goed dat huisdieren op een flat zijn, maar niet 2 van die grote Sint-Berlethonden. Nee. Die hebben ontzettend veel ruimte nodig en eigenlijk ook een tuin. Ja, dat begrijp ik, maar wat zou je daaraan kunnen doen? Nee, maar dat geblaf, mevrouw, u moet begrijpen dat geblaf de hele dag. Nou, daar word ik helemaal overschrokken van. Ja. Ik word helemaal gek van. Ja. Ja, daar word je helemaal gek van, hè, van dat geblaf. Want die honden die hebben dus ontzettend veel ruimte nodig. En ze moeten zeker 3 keer per dag uit. Hè? Waarvan 1 keer per dag een echte grote wandeling om een plasje en een poepje te doen. Maar die buren, die gooien dus gewoon die honden op het balkon. En dan moeten ze daar dus plassen en poepen naar hij. Dat is verschrikkelijk, dat is verschrikkelijk. 4 katten, die worden 20 jaar. Nou, dat is al 4 keer 20 is 80. Nou, tel dat al bij die 30 is al 110. 110 jaar. En de jaar die van de gaarden nog niet optellen, die wordt 70 jaar gemiddeld. Is al 180. En nou heb je al die kleine knaakstieren erbij. Dan zit je op ruim 200. Nou, dan halen wij niet uit. Dan halen wij nog 200. Dan halen wij niet. Zou de dierenbescherming hier wat aan doen? Ik denk zeker dat de dierenbescherming kan natuurlijk heel goed iets aan de verwaarlozing van die dieren doen. En die kan ook de dieren in beslag nemen en die mensen een boete opleggen. Maar zij kunnen dus helemaal niets doen aan die overlast die wij ervaren. Dat is iets voor de politie of de woningbouwvereniging. Maar dat moet wel gepraat worden door de dierenbescherming met die mensen. Want zo kan het niet langer. Ik snik tegenwoordig al binnenkens. Ja. Ik word er helemaal gek van. Ik sla een dag binnen, ik kreeg een slaap binnenkens. Maar denkt u dat praten helpt? Ik denk het op zich wel. Maar de mensen zouden toch eerder moeten bedenken voordat ze een dier aanschaffen. Ja. Wat het allemaal niet voor consequenties met zich meebrengt, hè Henk? Want een dier heb je niet voor even, maar voor zijn hele leven. En dan staat er op de website van de Haagse Dierenbescherming staat een hele goede test. En dan kun je dus zien of het nemen van een huisdier toegesneden is op jouw leefsituatie.